Ja, we zijn hier in Den Haag bij project Hoge Vrijheid. Wij leveren daar de kunststof kozijnen. En nou, het leuke van dit project is dat we de kozijnen meenemen in de ruwbouw. Eigenlijk van begin af aan alle betrokken partijen leuk samengewerkt. En omdat we hier een beperkte bouwplaats hebben, ook wel ervoor gezorgd dat we echt de kunststof kozijnen mee konden nemen omhoog. Waardoor je dus een stuk minder montage op de bouw hebt. En ja, als je dat met z'n allen voor elkaar wil krijgen, dan ben je allemaal ook flexibel genoeg om dat goed te kunnen doen. Ja, wij maken onze kozijnen in onze fabriek in Leeuwarden. Daarna gaat dat richting Hokobeton. Zij maken de betonelementen en daar monteren wij de kunststofkozijnen in het stelkozijn. Daar beglazen we alles. Daar komen ook de steenstrips op de gevels. En vervolgens gaat dat als één totaalpakket naar de bouw in Den Haag. Het bijzondere hieraan is wel dat de kunststofkozijnen al in de ruwbouw zijn meegenomen. Vaak zie je op dit soort werken dat de kozijnen gewoon pas na het metselwerk worden gemonteerd. En hier is het juist een voordeel dat we in een heel vroeg stadium de kunststof kozijnen al in het gebouw hebben zitten. Nou, Europhuel heeft al ruime ervaring met dit soort projecten. Wij zijn 10 jaar geleden al begonnen met het meenemen van kozijnen in de ruwbouw. Dat kunnen we met betoncasco's zoals hier, maar dat doen we ook in houtskletbouw en kalkzandsteen. Eigenlijk alle casco-systemen die er zijn, die we gebruiken in Nederland, daar kunnen wij een oplossing bieden om de kozijnen beglazen al mee te nemen in de ruwbouw.